Ik ga je laten zien hoe je het snijpunt van een lijn en een vlak kunt tekenen. Gegeven is een prisma, punt P ligt op ribben BC en punt Q ligt op ribben AD. En teken het snijpunt S van de lijn PQ en het vlak ABF. Nou, omdat het vlak ABF nog niet getekend is, is dat natuurlijk het eerste wat je gaat doen. Ik teken dit groen. Ik geef de lijn die ik niet zie, dat is de lijn AF, die geef ik aan met een stippenlijn. Dat verduidelijkt ook, ja, in ieder geval de ruimtelijke inzichtelijkheid van zo'n opgave. Nu ga ik een hulpvlak tekenen. Want ja, als ik het snijpunt moet tekenen van deze lijn en het vlak, ja, dan is het eigenlijk maar net de vraag, ja, waar komt dat punt, of waar komt de lijn als het ware door het vlak heen? Nou, neem als hulpvlak het verticale vlak door PQ. En dat betekent dat dat dit vlak is, ADP. En teken de doorsnede van dit hulpvlak met het prisma rood. Dus ik ga niet alleen dit vlak tekenen, maar ik ga juist dit vlak tekenen. Dat heeft ook te maken met de vorige video. Bij twee vlakken hebben we gezien dat ik een snijlijn kan tekenen. Nou, en dan kan ik die snijlijn snijden met lijn PQ en dan ben ik er. Dus ik ga eigenlijk gewoon weer de snijlijn hier tekenen. Dus ik zoek twee punten die zowel rood als groen zijn. Ja, dat is sowieso punt A en het punt R wat hier helemaal rechts ligt. Nou, dan kan ik hier de snijlijn doorheen tekenen in het blauw. En als ik dit snijd met lijn PQ, dan vind je punt S. En dat is het punt wat ik moest hebben. Nou, dat was hem al. Nou, hopelijk vond je dit een leuke video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwe video's.